God zegene, God bewaar je. Nou, voilà. Nu lijkt het onvoorstelbaar, maar een kwart eeuw lang, van 1985 tot 2010, was Roger van Geeuwen een zeer geliefde bisschop in Brugge. Een goed beheerder, een warme herder, zelfs wat vernieuwend progressief over vrouwen in de kerk. Maar niet over homoseksualiteit. Zeker de homoseksualiteit als zodanig, daarvan hebben wij de indruk dat dit niet de natuurlijke houding is zoals God de mens gedacht heeft. Dat klinkt des te pijnlijker als in 2010 bekend raakt dat hij jaren voordien kleine jongetjes aangerand had. Onder meer zijn neef Mark, ook al vergoeilijkte hij dat later. Dat hing niet ver en dat was een beetje een relatietje. Zo. We hebben het over jarenlang misbruik doorheen meerdere fasen van de ontwikkeling. Wat dan ook de reden is dat dit ook een heel groot impact gehad heeft op de ontwikkeling van deze man als volwassene. Van Geluwe werd uiteindelijk verbannen naar Franse kloosters, maar blijft wel zijn wijding als priester en bisschop behouden. U bent op privaat domein, u hebt niet het recht hier te zijn. Wil u weggaan? Wil u weggaan? Je hebt hier niks te zeggen. Dus, dan komt die bisschop, hij ziet. Een hele eer, zeggen ze toen. De getuigenis van zijn neef Mark in het programma God Vergeten stelt dat opnieuw in vraag. En opnieuw is er de beschuldiging dat de kerk 12 jaar geleden te weinig deed. Zo is er een bandopname van een bemiddelingsgesprek tussen de neef, de bisschop en kardinaal op rust Daneels. Daneels leek vooral toe te dekken. Maar ik vind het eigenlijk al heel serieus dat hij dus duidelijk zegt, dat is een erge zaak en ik vraag er u uitdrukkelijk vergiffenis. En daarom zet ik ook af. Het is wel transparant. Nee, maar voor mij was het ook vernietigend hoor. Van mijn 5 tot aan mijn 18 jaar kreeg ik dat inbeelden.